2020 is het jaar tot nu toe van de slechte berichten. Heel veel vuurwerkoverlast. Iran en Amerika die er een potje van maken. De volleybaldames die uitgeschakeld zijn op weg naar de Olympische Spelen. Weer die ballen goed binnen de lijnen geslagen in ieder geval, maar deze komt terug. Daar is meer te schoot. Mijn portemonnee die gerold is in Barcelona. Dan zou je denken, we hebben het ergste wel gehad. Maar het ergste moet nog komen, want... Isje en ik hebben aangegeven naar 18 mooie seizoenen om er mee te stoppen bij het eerste elftal. Nee! Ja. Nee! Jazeker. Ja, dat is echt zo. Ja. Wat was de reden om te stoppen? Ja, op een gegeven moment is het een keer goed. Het klinkt een beetje cliché, maar ja, we worden ouder en het is een keer goed. Nieuwe kansen voor de jeugd. En ja, nogmaals, we worden ouder. Ja. Ouder, maar nog lang niet versleten volgens mij. Nee, nog niet versleten. Gelukkig zijn we tot zover allebei basisspelers. Dus tot zover dan denk ik dat we mogen spreken over een mooi laatste jaar. Ondertussen allebei vader en ja, andere belangen die momenteel ook gewoon tellen. Dus ja, dan ga je denk ik overwegen wat nou slim is om te doen. En praat ik even voor ons beiden dat het wel lekker is dat het volgend jaar niet moeten is, maar mogen. Hebben we er samen over gehad? Ja, uiteraard hebben we het er samen over gehad. Ja, en moest er één over de streep getrokken worden of was het een gezamenlijke beslissing? Wij vinden het allebei nu goed geweest. Nee, dat, we hebben het begin van het seizoen, nou ik denk dat het op het begin van het seizoen al wel duidelijk was, redelijk duidelijk dat dit wel ons laatste jaar ging zijn. Ook al zouden we fit blijven, dan dat zou de keuze denk ik niet veranderen. Dus ja, natuurlijk hebben we het er samen over gehad. Stoppen jullie helemaal met voetballen of gaan jullie nog in de tweede voetballen of bij de veteranen? Wat is de bedoeling? Nou, de veteranen moeten we nog even wachten. Dan volgend jaar zijn we 35. En dan, of dit jaar trouwens. En dan is dat ook een optie. Maar praat voor mezelf, laat ik het helemaal open. Ik weet nog echt niet wat ik ga doen. Misschien stop ik er helemaal mee. Misschien tweede spelen. Ik moet zeggen, zij hebben momenteel wel een speler op een hoog niveau. Dus daar zet ik dan ook weer voor mezelf mijn vraagtekens bij. Of dat dan wel is wat ik wil. Ik wil in ieder geval het voetbal nog serieus benaderen. En... ja, op welke manier dat gaat zijn, dat durf ik nog niet te zeggen. 18 jaar hebben jullie in het eerste gevoetbald. Dat betekent dat jullie meer dan de helft van jullie leven in het eerste hebben gevoetbald. Heel veel hoogtepunten, heel weinig dieptepunten. Wat dat betreft zijn het geweldige jaren geweest. Als je dan toch een paar dingen moet uitpikken, waar kies je dan voor qua hoogtepunten? Ja, nou, dan kom je denk ik toch al vaak bij de finales uit van kampioenschappen. Of vooral in ons geval denk ik na competitie finales. Ja, dan heb je van de vierde klas naar de derde klas is Concordia Wil met 3-0 winnen. Ja, lekker lang geleden, hè? Is ook lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ik denk 15 jaar geleden of zo. Ja, die blijft wel heel erg mooi omdat hij gewoon ook de eerste is. En volgens mij voor 3.500 man of zo. En toen waren we zelf natuurlijk nog hartstikke jong. Ja, goed. Als ik er dan eentje mag kiezen, dan zal het denk ik toch die zijn. Of Leones van de derde naar de tweede klas in Groesbeek voor een aantal duizend mensen. Ja. In extra time. Geldt ook voor jou of heb je nog andere hoogtepunten? Nee, dat geldt ook wel voor mij. Ik ben zelf dan een aanvaller geweest, dus dan kijk ik ook een beetje naar doelpunten. Wat is je mooiste doelpunt, denk je, ooit geweest in al die jaren? Hoeveel heb je er gemaakt? Ik weet het niet exact. Dus iets meer dan 160 volgens mij in competitietreffers. En de mooiste? Maar die was wel in de nacompetitie, denk ik, tegen Marklo inderdaad, ja. Oh, die bal die op de borst, ja. Achterover en dan in één keer erin. Ja, klopt. En verder, ja, heel veel hoogtepunten. Ik denk dat we heel trots mogen zijn op het bestuur die de laatste 18 jaar zijn ding heeft gedaan. Ook het mediateam, waar we nu natuurlijk mee aan het praten zijn. Er is zoveel geprofessionaliseerd dat... ja, we hebben gewoon geluk gehad dat wij in een lichting hebben gezeten, dat wij dit allemaal hebben mee mogen maken. De trainingskampen, de jongens die van buiten afkwamen. Dat klopt allemaal, maar daarmee vind ik toch ook een beetje dat jullie jezelf te weinig eer geven. Jullie waren niet alleen twee fantastische voetballers met geweldige techniek. Het valt wel op trouwens dat de goede voetballers van zijn volle vaak tweelingen zijn, hè? Ja, dat doe je op jezelf. Niet op jullie. Ja. Jullie zijn niet alleen geweldige voetballers gebleken, maar jullie hadden de gave om
andere mensen aan jullie te binden. Om samen ze volle hoger op te helpen. Heel veel goede voetballers, die kunnen een lekker potje voetballen. Maar die hebben die gaven niet. Maar jullie wel. En jullie hebben er ook optimaal gebruik van gemaakt. Onbaatzuchtig, niet voor jezelf. Niet gekozen voor het geld. Niet naar een andere club. In plaats daarvan, jullie met jullie mentaliteit voor zijn volle blijven kiezen. Andere mensen overhalen om ook bij zijn volle te komen. Dus wat dat betreft denk ik, dat we als we laten terugkijken, dat Ishan Jalcross denk ik wat dat betreft nooit vergeten zullen worden. En dat jullie echt een ereplaats verdienen voor de club. Wat jullie al die jaren aan ons gebracht hebben. En ik hoop ook in de toekomst dat jullie op andere manieren nog een hoop voor z'n volle kunnen doen. Ja, nou, mooi gesproken, Guus. Dankjewel. Ja, nou, bestuursfunctie hadden we het al over, hè? Ja, nou, dat zou kunnen, maar nu nog niet in ieder geval. Het is vooral in de derde klasse, nou, dat wil ik Alex ook wel even noemen. Dat was eigenlijk de eerste speler die van Dinxperlo naar Silvolde kwam. Ook meer door jullie? Ja, nou goed, die vroeg inderdaad wel van als jullie... die zou inderdaad niet komen als wij weggingen naar een andere club. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, zo is het een beetje gaan rollen en we werden steeds beter. En zo waren de jongens uit de buurt die het dan ook interessant vonden om richting Silvolde te komen. Dus ja, daar zijn we wel belangrijk in geweest. Maar ze bleven ook, gewoon omdat het echt leuk was. Ja, klopt. En dat is ook wat ik net al aanhaalde. Het bestuur en de media. Wij waren op dat moment, waren we denk ik, uniek in de regio. En met een gedreven, getalenteerde groep die wij destijds waren. Ja, waren gewoon echt een magneet voor talentvolle spelers in de buurt. En ik denk dat we op de meest ludieke manieren gewoon wel spelers binnen hebben gehaald. En waaronder Alex bijvoorbeeld zijn wij op fietsje heen geweest. Shirtje van Sevolde mee. En ja, zulke jongens. Ja, echt? Ja, zeker. En Alex speelt er nog. En kijk, op een gegeven moment kun je bouwen en bouwen. En je promoveert en promoveert. Maar zonder jongens van buitenaf en Betroy die er heel lang bij heeft gezeten, was dat natuurlijk nooit gelukt. En nogmaals benadrukken, want heel veel mensen willen dat niet geloven. Jullie hebben nooit een cent ontvangen van Sevolde. Het was allemaal gewoon vrije tijd die jullie opofferden. Amateurs, echt? Ja, dat is zeker waar. We hebben nooit een cent ontvangen. En dat zou ik ook nooit accepteren als ze dat hadden aangeboden. Dus, Kijk, dat zegt genoeg over jullie. Jongens, geweldig bedankt voor die 18 hartstikke mooie jaren. Ik hoop dat er nog een geweldig half jaar achteraan komt met vele successen. En dan is het echt gesloten boek wat jullie betreft. Jullie bedankt. Jullie ook.